Als je zelf iets hebt geschilderd, ik denk met alles wat je maakt, als je een hele dag of een paar dagen aan iets hebt gewerkt, dan zie je het gewoon anders dan wanneer je het met een frisse, lege blik zou bekijken. Dus je hebt gewoon iemand nodig die frisse blik heeft. En mijn vriendin die is daar altijd goud eerlijk in. Die schildert zelf niet. Maar die. Ja, als ze iets heel goed vinden en heel mooi, dan zegt ze dat natuurlijk. Wat je echt nodig hebt is dat je ook op dezelfde dag al, 's avonds, hoort waar de schoen wringt in een schilderij. Kijk, nou heb ik deze aquarel. Het is denk ik dat het, zoals een collega het vroeger een keer noemde, het mist een beetje peper en zout. Dus nou kom ik 's ochtends op mijn atelier en het eerste wat ik ga doen is hier wat peper en zout op strooien. Ik denk dat het belangrijk is dat er wel iets fel groen wordt neergezet waar het kan. En ik denk dan zo hier vooraan. Misschien daar nog een paar accenten. Kijk, en de complementaire kleur van groen, dat is rood. En laat hij nou net een rood detail in dat schuitje liggen, in dat bootje. En die gaan we ook voorzichtig een beetje opvoeren. Het grappige vaak als ik zoiets doe, hier iets opvoeren, dan kijk ik meestal niet naar de plek waar ik bezig ben. Ik kijk dan niet hier naar. Ik kijk terwijl ik dat doe, kijk ik een beetje zo naar het midden. Want dan kan ik inschatten of het te veel of nog te weinig is wat ik doe. En het is nog vrij weinig. Als ik hier zo naar het middelpunt van die aquarel kijk, dan zie ik dit bijna niet. Dus het mag best nog wat meer hebben. En ik blijf zo een beetje naar het midden kijken en dan zie ik nu het hier wat feller wordt, en ik weet niet of dat op de video ook goed overkomt, maar nu het hier wat feller wordt, zie ik dat het hier felheid mist. Nou zie ik pas dat het bootje best wel zwak is. Het is nog te koud, zie ik, dus dan mag nog wat oranje door het groen. Heel voorzichtig, want het moet wel groen blijven. Hier ook terugzien. Omdat het nog nat is, vloeit dat mooi in elkaar over. Deze lijn moet ik afzwakken. Dan valt hij meer weg en dan valt hij ook mooi achter die Duc d'Alve. Want nu zit hij die Duc d'Alve heel erg in de weg. Ik vind het fijnst om een schilderij of een aquarel om te proberen om het echt in één ruk te schilderen. Want wat ik nou doe, dat voelt echt nog als ja, dat is dat retoucheren, zeg maar. Dat is, ik ben nu alleen maar hiermee bezig. Terwijl als ik zo'n ding maak. Dan ga je. Op de academie leerden we echt zo in de tekenles om met de klok mee overal te kijken en overal te werken. Kijk, super warm. Ik ga het gewoon opvoeren. Ik vind het altijd leuk om het randje op te zoeken. Dan kan ik het altijd daarna nog even wegdeppen als het te erg is. Maar ik doe het liever een beetje te. En als het echt te warm is. En dat is moeilijk inschatten, want die aquarel die is donkerder als die nat is. Dit heb ik opgevoerd, dat wil ik ook opvoeren. Hop, hop, hop. Dit is te veel. En nou komt die Duc d'Alve, die komt in de knel. En dan moet ik weer wat aan die Duc d'Alve gaan doen. Maar als ik wat aan die Duc d'Alve doe, moet ik weer wat aan die boom doen. En als ik wat aan die boom doe, enzovoorts. Dus wij blijven een beetje in het gamma werken van hoe het was. En dit ga ik eens laten drogen en kijken wat het doet.